Hallo. Suiker wordt steeds vaker gezien als dé veroorzaker van overgewicht. Er wordt zelfs gesproken over een suikerverslaving. Vandaag zal ik jullie laten zien dat dat niet altijd klopt. Voor mij zien jullie twee producten staan: kristalsuiker en slagroom. Los van elkaar zijn deze producten niet zo aantrekkelijk. Probeer maar eens een schepje suiker te eten. Nou, het zorgt er nog niet voor dat ik wil blijven dooreten. Hè, met die room. Exact hetzelfde. Ik neem een schepje room. Nou, nee, dat smaakt ook niet zo aantrekkelijk. Het product wordt pas aantrekkelijk als ik ze bij elkaar giet en een slagroom van maak. En dat ga ik nu voor jullie doen. Ik heb de suiker en de room bij elkaar gegoten en ik heb er een heerlijke volle slagroom van gemaakt. Nou, je gaat meteen merken dat als ik deze combinatie van smaken eet, dat ik dat hiervan kan blijven eten. Nou, dit is gewoon ontzettend lekker. Dit wordt de dooreetfactor genoemd. Producten die zowel suiker als vet als zout bevatten, stimuleren ons beloningssysteem in de hersenen dusdanig dat we kunnen blijven eten van deze producten. Hierdoor eet je te vaak te veel van dit soort producten. En welke producten zit dat vooral in? Ja, alles wat wij bestempelen als ongezond. Taart, chips, cheesecake, koekjes. De voedingsindustrie maakt er heel makkelijk en handig gebruik van, de dooreetfactor. Zo zie je maar. Het is niet alleen maar suiker die ervoor zorgt dat je ergens te veel van eet. Het is die combinatie van suiker, vet en zout.